Ik heb in de eerste sheet al gelijk laten zien wat we gaan doen. Dus als je denkt van, nou, daar voel ik me helemaal niet zo lang bij, dan kun je nu nog gaan. En anders houden we nu de deur op slot. Dan komen jullie niet. Nee, dat is onzin. Dit gaan we behandelen. Dat doe ik niet alleen. Oscar van Dam en Mark Jansen. Introduceren zichzelf zo meteen in het volgende deel waarbij ze aan bod komen. Die gaan mij daarbij helpen, of we helpen elkaar, laten we dat zomaar maar noemen. En we gaan het hebben over risico-gestuurd beheer en onderhoud. En u heeft, sommigen van u, heeft wat op de stoel gevonden en anderen niet. Wat gaan we doen? We gaan foto tekenen. De bedoeling is, degene die wel wat op zijn stoel heeft gevonden, naar zijn overbuurman of degene die voor hem zit, even omdraaien. Het is een workshop, dus je moet wat doen. En meestal zit je naast degene die je toch al kent, dus daarom heb ik hem op de stoel voor je neergelegd. Jullie moeten samen in gaan tekenen op die foto. En dus aan de voor- en de achterkant. Je mag kiezen welke je kiest. Of welke je neemt. Je mag kiezen welke je kiest. Dat is ook helemaal goed. En de vraag is, voordat jullie nou allemaal poppetjes gaan tekenen. De vraag is, kunnen jullie op die foto nou eens intekenen wat de decompositie van die dijk is die je daar op die foto ziet? Wie weet niet wat ik bedoel met decompositie, even met hand opsteken? Zo! Ik had 1 of 2 handen verwacht. Decompositie betekent het onderverdelen van de dijk in herkenbare delen. En ik kan een tipje van de sluier oplichten. Denk bijvoorbeeld aan de DigiGids. Of aan de NEN2767. Jullie tijd gaat nu in. En ik kom over 2-3 minuten bij jullie terug. En ondertussen loopt Oscar langs en die maakt zo nu en dan een foto. Dat er 2 soorten papiertjes zijn. In mijn proefdruk ging het goed, namelijk aan de ene kant een regionale kering en aan de andere kant een andere kering. Maar nu heb je 2 keer dezelfde. Maar, dat maakt niet uit. Dan gaan we zo meteen onderling wel kijken. Want wie de regionale kering heeft ingetekend. Het is dus de bedoeling dat je intekent wat de decompositie is. Delen in de dijk je herkent. Kruin, vooroever, nou geef ik heel veel dingen al aan. Teken maar gewoon een lijntje. Waar je kunt. Nog 2 minuten. 2,5. Eruit? Jullie meer tijd nodig hebben. Jullie krijgen nog een keer 2 minuten. Gaat allemaal van mijn spreektijd af, hè? Dus als je wil dat ik niet te veel praat, dan moet je maar blijven tekenen. Jullie hebben niks, hè? Ik had niet op zulke getalen gerekend. Ik denk, er komt een man of 40, maar. Nee, klopt. Nou, ik heb het wel ingeschat. Nee. Heel goed. Komen we eruit? Mooi, mooi, ja. Top. Nou kijken of het goed is. Ja. Ik denk het ook. Komen jullie eruit? Ja.
Ik word gelijk vastgelegd. Met naam en toenaam op de scherm. Ja, als het niet goed heeft, dan maar. Ja, ik kan het af. Oké, nog 1 minuut. Nog wel een halve minuut. Heb je genoeg foto's? Je hebt foto's? Hier is wel een. Nou. Wees welkom, zoek nog een plekje hiervoor. Is nog, zijn nog stoelen? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pen en neer. Ja, heel goed. Die herkende ik ook nog. Ik ben op mijn school. Ik doe nog een beetje gekscherend, dat is natuurlijk geen goede fout. Hè? Maar wat we wilden waarnemen, wilden zien. Ik heb ook een aantal foto's gemaakt. Hoe jullie daarmee omgaan. Waar denk je aan als, ik het heb over een als we het hebben over een decompositie? En hoe zou je dat dan visualiseren voor jezelf op zoiets moeilijks als een foto? Ja? Dus, met de neus in. Gaan we door naar de presentatie. We komen straks terug op die decompositie. Hij zou door moeten gaan. Hij zou automatisch moeten starten. Want vorig jaar stond ik hier in de plenaire zaal. Toen heb ik jullie dit filmpje laten zien, wat nu zou moeten starten. We hebben hem net nog gecheckt. Toen deed hij het. Ik kijk even. Ja, wat wordt het zomiddag vanmiddag? Ja, heel goed. Ja, doe maar eventjes vanaf de. Want hij staat ook lokaal ergens, hè? Want ik zou het wel leuk vinden om dat filmpje nog een keer in de herhaling te doen. Daar zit hij in, ja. Maar dat is de presentatie die je al hebt gedaan. Je hebt hem op je desktop staan. Als je hem weggegooid. Ja, dat staat onderaan. Dat is het. Ook met geluid, alsjeblieft. Needs the guts to stand alone. Oh ja, die kennen we. Ja. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key, you must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. See, it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in-crowd if they hurry. Ik hoop dat jullie ook een beetje Engels kunnen. Wat hij zegt, wat de voice-over zegt.
op een gegeven moment zijn er een aantal mensen gaan dansen. En er gingen heel veel mensen meer mee dansen. En op een moment is het niet meer raar om mee te dansen. Vorig jaar in maart begon ik met dansen samen met Piet Stouten en met Ludolf. Zijn we begonnen met dansen zonder dat iemand het ook in bar zag. En in de plenaire sessie van vorig jaar heb ik geprobeerd met dit filmpje mensen enthousiast te maken. En dat is gelukt. 11 waterschappen hebben zich aangesloten bij onze werkplaatsen. En hieronder staat, word lid van de in-crowd en hurry. Want het is nu niet meer eng om mee te gaan dansen. Wees er wel snel bij, want we zijn al met 11. En als het te druk wordt, dan moeten we de inschrijvingen stoppen. Maar je kunt je nog aanmelden. Piet zit hier. Piet wil even gaan staan. Voor de mensen die Piet niet kennen, bij deze, Piet Stouten. Als je trek hebt na ons hele verhaal om mee te gaan dansen, meld je even bij Piet en dan gaan we samen dansen. Want waar zijn we mee bezig? Vorig jaar heb ik deze bollen laten zien. En we hebben na deze aftrap gekozen om vanuit die bollen werkplaatsen in te richten. Jullie kennen het systeem van werkplaatsen bij de STOA. Wie kent het niet? Werkplaatsen is een groep mensen vanuit allerlei verschillende werkvelden, maar vooral vanuit waterschappen. Hoewel we ook Rijkswaterstaat hebben aangehaakt en ik ben van een adviesbureau. Om kennis te delen met elkaar, om vervolgens stappen te maken, om iets te ontwikkelen, iets te maken. En dat doen we in deze werkplaatsen. We hebben 1 werkplaats voor areaal op orde en inspectie en monitoring. Areaal op orde zegt alles over het decomponeren van je dijk, het indelen van je dijk in vakken, het indelen van vakken in herkenbare delen buiten. En die moeten we vanuit de zorgplicht, daar moeten we van weten, wat is daar de conditie van. Digigids is een goed instrument, maar ook de NEN 767 is daar een goed instrument voor. En daar komen we uitgebreid op terug in deze presentatie. Daarnaast is er een werkplaats, prestaties en risico management, zou je er dan achter kunnen zetten. Natuurlijk, jullie zitten hier in de workshop risicogestuurd beheer en onderhoud, dan hoor je ook risico's te managen. En daar hebben we aan gekoppeld onderhoudsstrategie. Gisteren in de 2 uur durende sessie heb ik daar uitgebreid bij stilstaan, dat doe ik vandaag niet. Vandaag gaan we ons vooral richten op wat er in werkplaats 1 is bereikt en hoe dat in de praktijk is gebracht. Onder andere Mark gaat daarover vertellen over de praktijktest bij Brabantse Delta. Er is nog 1 werkplaats te doen. En dat is werkplaats 3. En daar gaan we in eerste instantie een wrap-up maken van de uitkomsten van de eerste en de tweede werkplaats. Vervolgens gaan we doorkijken van waar moet dat toe leiden. En dat zou moeten leiden tot een blauwdruk, een handreiking, die wij gaan opstellen en die we volgend jaar tijdens de kennisdag aan jullie willen presenteren. In welke vorm, of dat digitaal is, of met een boekje met slingers en taart, dat weet ik allemaal niet. Dat gaan we nog onderzoeken. Maar er komt wel een tastbaar iets, digitaal of fysiek, waarin staat, waarin we jullie gaan helpen, als je risicogestuurd beheer en onderhoud wil implementeren in je organisatie, gerelateerd aan de zorgplicht, dan zou je het volgens deze stappen kunnen doen. Eerste en derde stap komen we zo meteen uitgebreid op terug. De tweede en de vierde stap. In het kort is het vertalen van je bedrijfswaarde die je hebt als waterschap naar wat betekent dat voor mijn dagelijkse praktijk. Wie heeft er een asset management systeem of plan in zijn waterschap? Met hand opsteken, Jans. Dat zijn er best veel. En wie heeft dat al vertaald naar wat betekent dat voor de man en de vrouw op de dijk? Niet heel veel handen. Iets specifieker. Ja, dan zouden we een hele middag aan kunnen wijden. Daar kun je op afstuderen, maar dat gaan we niet doen. Het was meer om een indicatie te krijgen van, is het al gelukt om dat wat op hoger abstractieniveau is bedacht, wat vaak heel goed is bedacht, om dat te vertalen, wat betekent dat op de dijk? Nou, er zijn een aantal voorbeelden te noemen. Oscar straks had op, dat is niet zo heel gek natuurlijk, als die jongen ook een deel van de presentatie mag doen. Maar daar gaan we zo meteen uitgebreider op in. In die werkplaats 3 gaan we vooral kijken, wat betekent nou wat ik buiten zie? Zou je dat nou kunnen vertalen naar bijvoorbeeld standaard maatregelen? Ik zie dit gebrek met deze intensiteit en omvang. Dat betekent dat wij altijd binnen ons waterschap er dit mee doen. Wie kent de CRW beeld of de CRW wegen systematiek, de 146 en 147, met hand opsteken? Dat zijn er niet zo heel veel. De CRW systematiek voor asfalt of voor verhardingen zegt, ik zie precies wat ik net zei. Je ziet een schadebeeld, bijvoorbeeld een scheur in het asfalt. En met de omvang en intensiteit van die scheur weet ik dat ik moet bijvoorbeeld afgieten, de scheur moet afgieten. Dat staat al voorgeprogrammeerd in de systematiek van de 146 of 147 van de CRW.
Nou, of wij zo ver gaan en of zo ver kunnen gaan, dat weten we niet. Maar wat we wel gaan proberen is te definiëren welk type maatregelen herkennen we en welke maatregelen, type maatregelen, ik heb nog 1 minuut hoor, zie ik, kunnen we dan koppelen aan de gebreken die we zien. En volgens mij ben ik ook bijna tot door mijn sheets heen. Ik heb alleen iemand in de zaal en die kwam in gewetensnood. Hanneke, waar zit je? Oh, Hanneke. Je moet in gewetensnood, want ik ben van AMA, de Brabantse Delta. Ja, ik had hem toch ook aangepast, maar... We werken veel samen, maar... Check, check, hallo, ja. Ik had hem net aangezet, als het goed is. Zet hem uit. Zette ik hem uit? Maar dat moet ik ook niet doen, ik moet er ook niet aanzetten, nee. Ze had gisteren al geen stem meer, dus dat willen we hier niet aandoen, Hanneke. Schoot het ook niet. Nee, nou zet je maar. Ik was ook heel blij dat Peter Jansen vanochtend het technische deel deed. Nee, de gewetensvraag. Ik heb bij een van die werkplaatsen ben ik erbij geweest. En in eerste instantie dacht ik, ja, de NEN 2767, moeten we nou weer wat nieuws gaan toepassen? En wat helpt ons dat nou? We zijn nu net met die digi-inspectiegids zijn we lekker op dreef en we leggen dingen vast. Van, wat gaat ons dat nou nog extra helpen dan hoe we nu bezig zijn? En ik moet wel zeggen, ik ben er 3 keer bij geweest en ik heb er nu wel energie voor gekregen. En ik vind het ook heel erg leuk. En ik hoop dat jullie het komende 3 kwartier ook wat meer gevoel erbij krijgen. En ook zien dat we niet helemaal hoeven om te schakelen. Maar dat dit wellicht een hulpmiddel is die met relatief eenvoudige aanpassingen ons werk gewoon net weer iets herleidbaarder, objectiever en kwalitatief nog beter kan maken. Ik was wederom huiverig voor weer een techniek, maar dat hebben jullie vanochtend ook in mijn verhaal gehoord. Maar ook nu zie ik hier wel de voordelen van. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie er op het einde van de rit van zeggen. Dankjewel, Hanneke. Jullie zien dat het heel spontaan is dat Hanneke in de zaal zat en een microfoon kreeg. Daarom had ik de sheets ook voorbereid. Maar een andere Hanneke. Ja, jullie, als je goed hebt opgelet, was het in de andere sheet wel aangepast. Hè? Ik heb gewoon even vergeten aan te passen. Dus goed te combineren met de DigiKids. En nu schakelen we naadloos over naar Oscar, als het goed is. De DigiKids en de NEN 2767. Gaat dat überhaupt samen? Oscar, voor jou is de vloer. Ja, dankjewel. Oscar van Dam, werkzaam bij Hoogheemelsen van Delftland. DigiKids, ik heb jaren aan de DigiKids gewerkt. En ben heel blij dat we nu aan na gaan denken, van kunnen we iets met de NEN 2767 gaan doen. Jullie hebben zojuist... papiertjes getekend, regionale keringen, primaire keringen en de vraag van Douwe was van maak daar eens een leuke objectdecompositie van. Want dat is eigenlijk de kern hoe je binnen de NEN 2767, als je daar met de risicogestuurd inspecteer aan de gang wilt, hoe ga je nou je dijk goed opdelen in stukjes dijk waar je uiteindelijk iets van kan vinden. Iets over een schademelding of een conditiemeting in de termen van de NEN. Dus ik heb wat fotootjes genomen. Moet ik even bij gaan zitten. Even kijken. Dit was de primaire kering. Wie had de primaire kering voor zich liggen? Kijken of we het een beetje evenredig verdeeld hadden. En dit was de regionale kering. Nou. Als we nou naar de NEN 2767 kijken, die maakt ook gebruik van die decompositie. Want in de digigids, waarschijnlijk de meeste van jullie kennen de digigids. Wie kent de digigids niet? Wie heeft nog nooit van de digigids gehoord? Digigids is een soort schadecatalogus op het internet. Moet het maar gewoon eens een keertje opzoeken. Waterkeringen, digigids. En dan zie je allemaal fotootjes van schades. En als je goed kijkt, zit daar eigenlijk al een vorm van een decompositie in. Een soort hiërarchie. En dat is eigenlijk wat we met decompositie bedoelen. Een opknipping van... structurele elementen van je dijk in een bepaalde hiërarchie om uiteindelijk op een laagste niveau te komen waar je dan vervolgens iets van vindt. En zo werkt de NEN ook. Dus ik heb hier zometeen de onderdelen van de NEN uitgezet en ik geef wat voorbeelden daarnaast hoe dat eruit ziet. Op het hoogste niveau heb je het beheerobject. En dat kan dus een dijk zijn, dat kunnen wegen zijn, duingebieden, dammen, maar ja, ook allerlei soorten kunstwerken. Het is eigenlijk een norm die ook uit de meer uit de bouwkunde komt. Dus dat zit er heel stevig in. Maar tegenwoordig steeds meer ook alle infrastructurele werken. Als we nou even verder gaan kijken wat er dan bij die dijk aanwezig is.
dan zul je zien dat daar op het niveau van het element bijvoorbeeld zo'n zonering terugkomt. Dus de kruin en de sloot. Maar je zult ook termen tegenkomen aan grasvegetatie of afscheiding. Als je daar uiteindelijk een combinatie wil maken met de digids, zullen we daar een keuze moeten maken. Dat hebben we ook gedaan. Dat zal ik straks laten zien. Ga je nog een niveautje lager, dan kom je op het niveau van het bouwdeel. Van de kruin, als je daar gaat kijken welke bouwdelen zitten er in een kruin. Nou, dus de toplaag, maar er zitten ook hekjes, er zitten masten, zo'n lantaarnpaal bijvoorbeeld. Of een opsluitband, dat is ook een stukje van je bekleding, als voorbeeld. Dit is eigenlijk de hoofddecompositie. We gaan nog één niveautje verder, en dat is op het niveau van het materiaal. En materiaal zijn heel sterk gekoppeld aan het laagste niveau, en dat is waar de schades zitten. Voorbeelden van materiaal van de toplaag, nou ja, we kennen ze eigenlijk allemaal, zijn onze bekledingstypen op de dijk, dus asfalt, gras, steen, bekleding, etc. En dan ga je dus kijken van, wat we ook uit de digids kennen, van welke parameter hebben we dan, welke schade, en dat heet in de NEN 2767 het gebrek. Dus dat kan een scheur zijn, een afbrokkeling, onkruidgroei, etc. Als we dit nu weer eens even vertalen. Ik zie één vinger, ja? De klei. Ja. Het materiaal als onderste, als het meest verfijnde element hebt voor de decompositie van je viering, dan is het bijvoorbeeld een essentieel element als klei, wat van je bekleding. Ja, je hebt gelijk, klei ontbreekt. Maar ontbreekt in dit figuurtje. In de NEN zit hij er wel degelijk in, maar ik kan niet alle verschillende onderdelen in de dia stoppen. Primaire kering. Als je nou op elementniveau kan kijken, wat kan je daar aan aantrekken? Nou, dat hebben we eigenlijk de meeste ingetekend. Dat is de zonering. De voorhoever, et cetera. Dit is eigenlijk de werkwijze. Nou, dat zou voor ons op een logische, hiërarchische structuur die zonering op het niveau van elementen hier te zetten. En dus we hebben hier het over het bouwdeel, het beheerobject dijk. Gaan we naar de bouwdelen toe, dan ga je kijken naar een toplaag, een afscheiding, begroeiing. Nog weer een niveautje lager. De materialen. Daar komt het zo. De klei had hier ook bij kunnen staan. Dat zit dan in ook in je toplaag. Dus op deze manier kan je naar je compositie gaan. En dan natuurlijk het laatste niveau. Is dan alleen de schade die je tegenkomt. Dus even terug het hele systeem. Van hier op je dijk, naar kruin, toplaag, asfalt. En uiteindelijk tref je scheur aan. Dan hoop ik dat heel veel van de inspecteurs hier aanwezig zijn. Oude digigids was nog sprake van rivierdijk, zeedijk, duin, etc. Dus dat zit eigenlijk op dat niveau. Op het niveau van elementen zit je dus op met de zoneringen. Op het niveau van de bouwdelen zit je op de parametergroepen in de digigids. Hoogst niveau, dus asfaltbekleding, grasbekleding. En bij materiaal ga je dan zo'n niveautje dieper. Verschillende soorten steenbekledingen, blokken, etc. En uiteindelijk de schade, een scheur of een verzakking of iets dergelijks. Dus je ziet eigenlijk dat in het hiërarchische niveau die vertaling van de NEN naar de digigids heel goed te maken is. Wat heeft dat nou als voordeel? Dat heeft Hanneke eigenlijk net ook al een beetje aangestipt. Van ja, ik heb behoefte om onderbouwing te vinden van waarom zouden we nou deze stap gaan maken. En het grote voordeel is, digigids werkt met 4 schadeoordelen. Waarvan we uit de praktijk eigenlijk weten dat het eerste oordeel goed eigenlijk nauwelijks wordt vastgelegd, want ja, de kering is goed. Ooghoud wordt er vastgezet, we hebben geïnspecteerd. En ik weet ook van een aantal waterschappen die zeggen van ja, ik kan niet zo goed uitleggen wat het verschil is tussen redelijk en matig, dus we houden het maar op redelijk of matig, een van de twee. De NEN, die werkt met 6 verschillende niveaus. Dan denk je, oh hemel, hoe moet ik dat gaan invullen? Nou, als je het gestructureerd invult, dan volgt deze score eruit. Dan krijg je iets meer gradatie, dat is het eerste voordeel. En het tweede voordeel is dat het objectiever wordt. De digigids en de wijze van inspecteren is vrij subjectief. Als het goed is, hebben een aantal van jullie ook de cursus gevolgd. Met die cursus en ook het gebruik van de digigids op het internet proberen met z'n allen om bepaalde schadebeelden op dezelfde manier te beoordelen. Maar ja, uiteindelijk blijft er toch een waarneming van de inspecteur buiten. En op basis van de NEN, dan kunnen we een slag maken, maar het meer objectief maken
Er zijn een drietal onderdelen in de NEM waarop wordt gescoord. Ernst, intensiteit en omvang. En die gids is eigenlijk ernst, intensiteit... gecombineerd wat uiteindelijk het oordeel oplevert. Dus daar zit al een verschil in. Kijken we naar ernst. Dat is de maat van invloed van het gebrek op het degradatiegedrag van het bouwdeel. Is dat gering, serieus of ernstig? Je ziet hier eigenlijk dat de score goed ook helemaal niet meer voorkomt. De omvang, dat geeft een beetje aan van wat voor oppervlak heb ik er nou over in de gradatie van 5. Ik zal je de percentages even besparen. En de intensiteit, is het het begin van een scheur? Of is het een begin van een afbrokkeling van beton? Of is het een heel erg voortzijnd schade? Deze drie beoordelingen, de inspecteur, die meldt dat in het veld, die registreert dat in het veld. En daar volgt hij eigenlijk gewoon die score uit. Dit is de totale tabel, die mogelijk is. Van nou ja, heel veel eentjes uiteindelijk tot 6. Geen object meer eigenlijk, als het zo slecht aan doen is. En daar kan je als inspecteur en als beheerder vervolgens risicogestuurd iets mee gaan doen. Dit is niet een voorbeeld uit de NEM, dat is uiteindelijk een vertaling van een organisatie. Nou ja, een waterschap die zegt van nou... Ik zeg, alles tussen 1 en 2 vind ik acceptabel. Misschien 1 voor niks te doen, en 2 een klein paar dingen te doen. Bij 3, redelijk, nou... Zeg van nou ja... Als ik moet gaan prioriteren, dan kan ik bij 3 zeggen van nou, ik stel het herstel van dit schadebeeld stel ik even uit. Focussen op de onderdelen 4 en 5. Want 6 is zo slecht, dan heb je eigenlijk niet meer te maken met een functionerend stukje waterkering. Dus dit is een vertaling die je uiteindelijk als eigen organisatie moet gaan maken. Die gelijk vanuit een risico gestuurd meer objectief inspecteren jou kan gaan helpen met het uitzetten van je werk. En hoe zie je dat dan uiteindelijk op je dijk? Dan zou dit eruit kunnen zien. En dan geef ik graag het woord aan Mark, want die heeft dat al gedaan. Mark. Ja, hallo. Ja? Ja. We hebben de 2767 hebben wij toegepast op een stuk dijktraject. We hebben dus een gebied gepakt van de Oostdijk. Dat is vanuit Willemstad tot Klundert. En daar hebben we dus een stuk inspectie uitgevoerd op basis van de 2767. Wat we hebben gedaan, we hebben de dijken ingedeeld, of het dijktraject ingedeeld in vakken van inspectievakken van 200 meter. En gewoon heel herkenbaar die 200 meter gekozen vanuit de hectometrering. Buiten herkenbaar, je weet in welk traject je zit. Vandaaruit zie je dus die conditiescores die zijn gescoord op die bepaalde dijktrajecten. De score die net uitgelegd werd, de score 1 tot met 6, die zie je terugkomen in kleuren. Dus vanuit de kaart kunnen we nu gelijk zien van waar onze scores, hoe die in de inspectievakken zitten. Oeps. En eigenlijk wat we hebben gedaan, Oscar net zei, van, ja, je voert een aantal delen in. Ja, we kiezen met onze tool, dan kiezen we ons, wat gaan we doen? We kiezen een inspectiestuk. En op het moment dat je inspectiestuk kiest, dan zie je het dijktraject. Nou, dat dijktraject, dat kun je kiezen weer. En op het moment dat je daarin zit, kiezen we het inspectievak. Op het moment dat we het inspectievak gekozen hebben, kiezen we dus het element en het bouwdeel. Waar gaat het om? Op het moment dat we het element en bouwdeel hebben gekozen, ga je dus aangeven van, wat zien we hier, wat voor gebrek zien we hier? Op het moment dat het gebrek gekozen is, ga je dan naar de omvang en de intensiteit. De ernst wordt vertaald vanuit de norm. Dus die zit in de norm vast. Als we dan gaan kijken van in zo'n inspectievak, dan kunnen we aanklikken. En op het moment dat we daar aanklikken, zien we hier gelijk de resultaten van het inspectievak. Op dit inspectievak zien we dus dat we 5 gebreken hebben. Dat zien we hier bovenaan staan van 1 tot 5. Gelijk. Als we nou verder inzoomen op die gebreken, dan kunnen we dus ook zien van waar het om gaat. We zien dus het gebrek.
We zien de omvang zien we ervan en we zien of het, de intensiteit zien we ervan. De gebreksoort die zit eronder verdeeld al, dus die komt vanuit de NEN. De overige zaken komen allemaal vanuit de NEN zelf al, die worden ingevuld. Nou, wat je zag net dat er een score op zat van het beheerobject met een 4. Nou, die 4 die komt nu vanwege het feit dat we hebben gekozen voor de worst case scenario. Dus vanuit al die gebreken laat je de worst case zien. In dit voorbeeld zien we dus dat deze een gebreksscore op dit element en bouwdeel van een gebreksscore 1 heeft. Vanuit bouwdeel, omdat er kunnen dus meerdere scores of meerdere gebreken op een bepaald bouwdeel zijn. Maar hier zit dus maar 1 gebrek op, want het gebreksscore is hier nu dezelfde score. Het element dat bestaat dus uit meerdere bouwdelen. En ja, je ziet nu dat hij daar een score 2 op stuurt, op geeft. Dus er zijn nog meerdere bouwdelen die ook in hetzelfde element zitten en die slechte scoren. Het beheerobject, dus het inspectievak, krijgt een score 4. En die score 4 die komt dan vanuit die worst case. Zoals je hier ook ziet, van, je kunt nog meer informatie, we kunnen ook gelijk de foto erbij tonen. Van waar hebben we het over bij dit gebrek? Dus we kunnen gelijk vanuit de kaart ook gelijk doorzien van wat is er aan de hand. Dit is dan even, omdat we worst case hebben gekozen, heb ik ook even de worst case erbij gezet. Dus hier zie je dus de gebrekscore, de 4. In dat bouwdeelscore, die 4. Je ziet hem dus, van, hij komt vanuit de asfaltoprit, vanuit het materiaal. Het zit op het element buiten de lut en het gebrek is dwarsoneffenheid. Met een aanzienlijke oppervlakomvang. Intensiteit is gevorderd. Dat geeft dan dit beeld. Die is behoorlijk ingesleten en dan kun je dus gewoon aangeven van hier zit dus slijtlagen en oneffenheden. Het is niet alleen dat we de dijk inspecteren. We hebben gezegd, we pakken de functie keren van water. We hebben hier een watergang lopen met een gemaal. En aan de uitzijde hebben we daar ook een keermuur zitten. Nou, die keermuur hebben we op dezelfde methodiek hebben we die mee opgepakt. Dus alleen geen gebrek gevonden, dat is ook aangegeven en daardoor krijgen we dus ook van... We weten dat het geïnspecteerd is en geen gebrek gevonden. En dit is dan een foto van die keermuur waar we het dan over hebben. Nou, dat alles is ook gewoon heel goed in allerlei soorten rapportages samen te vatten. En ik heb hier net even het stukje traject gepakt met die 5 gebreken. Hier zie je ze ook allemaal onder elkaar en naast elkaar staan. Dus je ziet hier ook van de worst case scenario zie je staan waar hij alles naartoe scoort. Vanuit de elementen, je ziet dus 2 keer dezelfde element, 2 keer het element staan daarvan, of 3 keer het element binnen te luut staan. Het binnen te luut heeft 1 keer een 2 gescoord en dat neemt hij dus het score van het element over. En dat is dus juist de worst case scenario. Hierboven hebben we nog een aantal andere, dus ik spreek nu over inspectievakken. Hierboven hebben we nog een aantal andere vakken zitten. We hebben kansvakken zitten en we hebben risicovakken zitten, of effectvakken zitten. Effectvakken, daar bedoelen we mee van wat ligt er achter de kering? Dus wat is het effect als die kering breekt, van wat zou dan het effect zijn daarvan? En dus op verschillende plekken is dat anders. En de kansfactor bepaalt vooral van hoe is de dijk opgebouwd? Waar bestaat die uit? Hoe is de ondergrond? Wat is de kans van falen? En door die 2 samen te pakken, kunnen we dus ook beter gaan programmeren. We weten nou hoe het er buitenbij ligt. We weten waar onze effecten het grootste zijn en waar de kansen het grootste zijn. En zo kunnen we dus een risicogestuurd onderhoud. Dankjewel, Mark. Doet mijn microfoon het over? Moet ik het hiermee doen? Man van techniek. Ik moet het hiermee doen? Ja, dankjewel. Mark en Oscar hebben nu een aantal dingen laten zien. En dit heet een workshop. Dus nu kom ik bij jullie langs. En om te vragen, wat vind je daarvan? En om daar wat van te vinden, heb je er misschien nog wel vragen? Wie heeft er een vraag over wat Mark heeft uitgelegd? Daar hoor ik van, mensen die gelijk hun hand opsteken. Frank Janssen, Raadschap Delta. Ik heb een vraagje. Ik heb even gauw meegeteld. Klopt dat ongeveer 5 kilometer geïnspecteerd is? Of was het traject langer, wat je net liet zien? Ja, was ongeveer 5 kilometer. Mag ik vragen hoe lang je daarmee bezig geweest bent? We zijn nu 2 dagen bezig geweest, maar het was ook een stuk training erbij, een stuk opleiding erbij, dus eigenlijk langs alle kanten hebben we het meegepakt. Ja. Dus, De realiteit is, ik ben dijkinspecteur, ik werk met een digigids eigenlijk als ondergrond, achtergrond, dat werkt prima. Er moeten ook meters gemaakt worden op de dag. Klopt. En 5 kilometer dat doe ik, ligt aan waar ik tegenkom, maar dat gaat wel wat sneller dan wat jij net aangeeft. Dus ja. De
Je moet de praktijk niet uit de oog verliezen, zeg maar. Nee, klopt. Waar wij vooral ook, dit beeld geeft een traject wat afgebakend is. We weten ook dat er of niks geconstateerd is, of wel iets geconstateerd is. En het voordeel is, bij de digigids hadden we heel veel puntjes staan. Maar hoe gaan we met al die puntjes overweg? En omdat we nu die vlakken hebben, kunnen we het beter programmeren en kwantificeren. Dus vandaar dat we zo van, laten we het gewoon proberen en laten we ze nu ook naast elkaar leggen. Dus die business case van uren, die zijn we ook nog aan het uitwerken. Ik heb ook nog een stukje traject erbij zitten, want het is niet alleen onderhoud. Er kwamen ook dingen tegen voor handhaving. Ja, die kun je gelijk meepakken. En normaal gesproken lopen die mensen, die lopen bij ons ook 2 keer per jaar over de kering heen. En hoe ga je daarmee om? Die leggen we nu ook gelijk vast. Nou is het natuurlijk zo dat de NEN voor waterkering eigenlijk er helemaal nog niet is. Dus Mark heeft iets gedaan wat daar eigenlijk helemaal niet bestaat. Dat is al heel knap om je dat dan nog 2 dagen te doen nodig. Hè? En wat ik nog veel fijner vind, Mark, dat heb ik gisteren ook tegen Lenneke gezegd, jouw collega die bij de workshop van gisteren was. Jullie hebben dit vorige week afgerond en nu wil je het al presenteren. Dat getuigt wel van delen, open source, laten zien waar je mee bezig bent. En doen we alle dingen, de dingen die we gedaan hebben, doen we die dan nog niet goed? Nee, maar is er ruimte voor verbetering? Ja, dat lijkt er wel op. En waarom zeg ik lijkt? Omdat we ook bij ook markers tegen dingen aangelopen bij de toepasbaarheid van de NEN 2767, die nog niet helemaal goed zijn. Zo staan er in de NEN, wat Mark terecht zegt, in de NEN staan de gebrekenlijsten. En die zijn al geclassificeerd. Ik ga alle microfoons uitgekomen uit en ik doe het gewoon met mijn stem. Want ik word er een beetje kibbelen van. Ik heb een harde stem, dus dat gaat best lukken. Er staan bijvoorbeeld gebreken in die nog niet helemaal goed zijn geclassificeerd. Een gebrek, is dat nou ernstig, serieus of gering? Daar kun je nog vragen over stellen. Daar kun je nog op afdingen of dat goed staat. Maar het moet wel goed staan in de norm. Want anders gaat de methodiek niet goed. En die 2 dagen voor 5 kilometer, ik ben het helemaal met je eens. Als je dat op de normale manier doet die je nu gewend bent, waar je al jaren mee werkt, dat je misschien wel 15 kilometer, nou misschien een vreselijk tekort, 15 kilometer per dag. Maar naarmate je verder doorgaat, dit hebben we ervaring krijgt, gaat het steeds sneller. Bij bruggen bijvoorbeeld doen we nu 3-4 vaste bruggen op een dag. Waar we vroeger 1 dag bezig waren om alles te rubriceren, vast te leggen, wat heb ik allemaal gezien, zijn we nu 4 bruggen op 1 dag kunnen we doen. Grote beweegbare bruggen en sluizen doen we 1 of 2 dagen afhankelijk van de omvang. Ook dat moet insluiten in, in het toepassen van de systematiek van de NEN. Ik zeg daarmee niet dat we die NEN per se dat we daar over moeten gaan, maar het is best onderzoeken waard of dat objectiveren en het kunnen gebruiken voor risicostuderen en onderhoud, of dat iets is om in te vullen met de NEN. Dan als u nog met een vraag, en ik weet niet of u een harde stem heeft, ik ga het proberen. Ruud Joost, Hooggeheerschap van ons Noordelijke Team. Ik zie hier een systeem voor risicostuderen en onderhoud gebaseerd op de waargenomen schade. Meer schade. Geeft in feite een slechte cijfer, geeft de noodzaak aan om onderhoud te plegen. Risico gestuurd in een waterkering is ook van, is het een risico voor de waterkerende functie? Als ik aan de binnenkant van de dijk geen gras zie, maar bijvoorbeeld een wolfveld, maar er gaat geen water overheen, geeft het een hele slechte score, maar nog steeds geen enkel probleem, nul risico. Dus daar hoeven we niks aan te doen. Misschien komt dat wel omdat die NEN niet toegesneden is op waterkeringen, maar waar komt het risico voor de kering? Goeie vraag. Volgende vraag. Nee, goeie vraag. Want als je alleen die conditiemeting van de NEN zou gebruiken om te gaan beheren op die dijk, dan mis je 2 dingen. Namelijk, je mist ook wat ik dagelijks zie aan calamiteiten. Aan vossenhollen, bevergaten, dingen. Alle andere dingen die direct leiden tot ik moet ingrijpen. Er is ook nog een andere inspectiesoort, namelijk de instandhoudingsinspectie. Die zegt, ik ga naar mijn dijk toe en ik ga daar met verstand naar kijken. Ik gebruik er iets meer tijd voor dan die 2 dagen die Mark heeft gebruikt. Maar ik ga precies bekijken wat zijn er gebreken, wat moet ik er wanneer aan doen. En dat plan je in de tijd. Die 3 inspectiesoorten, ik kom er zo bij hoor, ik heb je hand gezien. Die 3 inspectiesoorten samen zorgen ervoor dat je risicobestuur kunt beheren. Nee, maar dan gaan we er nog steeds vanuit dat je maatregelen gaat nemen. Als die maatregelen niet nodig zijn voor de waterkerende functie, neem je ze misschien wel helemaal niet. Ondanks een hele zware, slechte score. Terecht, maar ik heb het woord maatregelen niet
gebruikt om direct de doorstart te maken, maar je legt het vast met deze mensensystematiek, objectief reproduceerbaar, waar de gebreken kunnen leiden tot maatregelen, maar dat hoeft niet per se. Dat leidt eventueel tot maatregelen als dat, zoals Mark het goed heeft aangegeven, bijvoorbeeld zit in een risicovak, waarbij het als de schade zich manifesteert en groot wordt en eventueel leidt tot inbreuk op je veiligheid, dat je er dan wel wat aan doet. Maar misschien lijkt hetzelfde gebrek op dezelfde objectieve manier en reproduceerbare manier vastgelegd, bij een ander vak wel niet tot een maatregel. Dus die combinatie moet je nog zoeken. Nu hoorde ik net een risicovak. Een risicovak, dat ging over het gevolg. Dat ging niet over het risico van de typische schade. Het is een risicowoorden. Daarnaast moet je altijd aangeven van wat is het effect als hier iets gebeurt, oftewel het risico of is dus effectvakken. Wat is het effect als hier iets misgaat? Nou heb ik een onderdeel de kansvakken. Want sommige stukken constructie van een dijkopbouw is anders dan het stukje misschien 100 meter verderop. Dat is het kansvak. En die drie aspecten samen bepaal je mee wat je onderhoud, hoe je mee je onderhoud omgaat. Dus die aspecten heb je nodig. Dit is alleen maar de visuele inspectie die laat zien, want dit heb ik geconstateerd. Ja, maar dat is weergegeven in de conditie. Ik denk dat wat Ruud Joosten met name bedoelt, ik ben Jan van Nieuwenhuis van Noorderzijlvest, dat als je met die visuele inspectie bijvoorbeeld de plekken inderdaad op je binnentoerut ziet waar je grasbekleding slecht is, dan zou je dat volgens die systematiek dus als slecht beoordelen, terwijl het uit waterkeringsoogpunt, technisch oogpunt, niet relevant is op die plek. En dus je in feite dus ook geen risico hebt uit oogpunt van je waterkeringsoogpunt. Maar dat is volgens mij een ik heb dan een vraag. Wil je dat weten of wil je dat niet weten? Dat die plek toch slecht is? Het gaat er even om van hoe interpreteer je je getallen. Ja. Nou, als de methodiek zegt... Dat je het risico loopt, dat je een grote standaard gaat beschouwen als dat je dat moet doen. Terwijl het daar niet relevant is, maar op een andere plek waar je een lagere score hebt, juist wel relevant. Maar de vraag is of dat leidt per definitie tot een lagere score. De methodiek heeft bedoeld... Nogmaals, hij is nog niet onfeilbaar omdat we daar nog helemaal geen relatie hebben gelegd met waterkering, want die methodiek is ons begonnen voor gebouwen. Die is in 2009 omgevormd, ik heb je hand gezien. Ik heb omgevormd tot voor infrastructuur. Daar zaten dijken niet bij. Wat er ook niet bij zat bijvoorbeeld is de railinfrastructuur. Die zegt ProRail is ook achtergaans. Dus ook daar zit er een viaat in. Wat je wel ziet is als je gaat meten met de conditiemeting, dat je wel objectief en reproduceerbaar een score krijgt. Wat je met die score doet, daar zegt de NEN helemaal niks over. Maar dat is precies wat wij nog in de derde werkplaats, dus ik zou zeggen ga meedansen, gaan we dat in de derde plaats, het werkplaats, gaan we dat beter ontkennen. Waar leiden die scores naartoe tot maatregelen en waar leiden ze niet tot maatregelen? Maar misschien toch even voor de duidelijkheid. Ja, want jouw hand was eerder dan de hand van jouw vorm. Ja, nee, want ik ben de coördinator dieselgids. Wat denk ik essentieel is voor het kijken naar een dieselgids, dat is het proces waarvoor je hem gebruikt. En in die zin hebben we met elkaar op een gegeven moment het inspectieproces gedefinieerd. En het eerste onderdeel daarvan is waarnemen. En wat we hebben gezegd tegen elkaar, dat is dat daar waar op een gegeven moment iemand op een dijk staat en die ziet iets, een grasbekleding, of een steenbekleding, dan hoeft hij niet na te denken over waar nou precies de ligging van die bekleding is. Nee, hij hoeft alleen maar te beoordelen wat op dat moment de kwaliteit is van dat onderdeel. Dus hij pre-classificeert eigenlijk dat onderdeel. In het volgende proces ga je kijken naar wat is daadwerkelijk de conditie van dat deel waarop zeg maar ook een gebrek is geconstateerd. En dus daar betrek je de sondering, betrek je erin, maar je betrekt ook de belasting die op dat deel zeg maar, gaat plaatsvinden. En in dat inspectieproces noemen we dat de diagnostiek. En je kunt vervolgens ook nog in een volgende stap iets zeggen over de toekomst, dat is de prognostiek. En nou, op basis daarvan kom je tot een urgentiebepaling. En de systematiek zoals die hier wordt gepresenteerd is een wat andere. Is dus een iets ander proces, dus je steekt het proces anders in.
Dus dat is denk ik al wel een hele belangrijke kenmerk. Goeie toe. Wat een volgende kenmerk is dat we, zoals net werd gezegd, de digigids niet zien als een subjectieve gids. Maar het is een objectieve gids. Waarom is het objectief? Omdat niet alleen er wordt gewerkt met foto's, maar er wordt ook gewerkt met expliciete beschrijvingen van de klassegrenzen. He, dus er wordt gezegd van een scheur is een scheur, als die ernstig is, als die dieper is, dan zeg maar een centimeter of breder is dan een centimeter en een bepaalde lengte heeft. En waar komen dan die klassificaties vandaan? Die klassificaties die komen vandaan van wat wij nu noemen de wettelijke beoordeling, maar wat we in het verleden de toetsing noemen. He, als we kijken naar harde bekledingen, dan worden daar criteria gegeven vanuit de toetsing. En wat wij dus vanuit de digigids hebben gedaan, dat is die klassegrenzen als het ware koppelen aan die toetscriteria. Nou, op die manier is het dus wel zo dat je dat wat je waarneemt objectief kunt vaststellen. En dat wou ik even toevoegen. Heel goed. We hebben geprobeerd, Peter Deren, ook niet met vandaag deze presentatie te geven om de digigids links te laten liggen of daar niet meer mee om te gaan. We denken juist dat de combinatie tussen deze twee systematieken, deze twee methodieken, elkaar kunnen versterken. En misschien is een uur dan ook wel te kort om precies uit te leggen hoe dat in elkaar gaat. Daarom had ik kunnen zeggen, had je gisteren moeten komen, dan hadden we 2 uur uit de wereld kunnen stellen. Maar daar waren jullie, sommige van jullie wel en sommige van jullie niet. Daarom alsnog de uitnodiging, kom meedansen in die werkplaats 3. Want in die werkplaats 3 gaan we precies die dingen aan elkaar koppelen. Gaan we precies kijken, wat heeft het nou opgeleverd? Het onderverdelen van het decomponeren van ons werk waar we mee begonnen zijn. Wat levert dat op aan conditiescoren als we de NEM toepassen? En wat zou het opleveren als we de digigids toepassen? En kunnen we überhaupt die NEM al toepassen zonder dat we delen overnemen van de digigids? Nou, dat gaan we ontginnen. In ieder geval in werkplaats 3. En we gaan kijken of we een werkgroep in kunnen stellen bij de NEM. Die samen met de digigids, en ik hoop dat je aanspraakt, gaan kijken van waar kunnen we elkaar vinden en waar kunnen we elkaar versterken. Nou had jij nog je hand omhoog en ik had gezegd, toen gezegd, dat ik bij jou tussen kom. Bij dit. Manier van beter forceren vind ik heel goed. Heel fijn om dat in complexe elementen waarmee materialen te doen. Ik ben alleen wel benieuwd welke definities nu bepaald zijn voor een element en voor het bouwje. Ik ben hier zelf ook heel erg mee bezig en daar heb ik een bepaalde kijkervisie op. En daar heb ik ook verschillende proefvakken mee gemaakt aan de hand van de digigids, het hele integrale met de WBI. En dat lijkt perfect aan te sluiten. Mits je alle definities die in de WBI staan, in de digigids staan, in de ACRO staan enzovoorts, als je die allemaal op één lijn tekent. Heeft iedereen hem kunnen verstaan? Nee. Niet helemaal wel, ja? Het gaat om. Ja, ik probeer het samen te vatten. Die decompositie is, als ik het echt helemaal moet samenvatten, is de backbone voor je hele inspectie. Daar moet je met elkaar over eens zijn dat dat de decompositie is die je toepast op een dijk. En daar vinden we volgens mij, en dat hebben wij ook in de werkplaats 1 gezien, daar vinden we elkaar heel snel. Waar we elkaar misschien wat minder snel zullen vinden, is het klassificeren van de gebreken. Wanneer is nou een gebrek per definitie ernstig, per definitie serieus of per definitie gering? Want dat zit in de methodiek van de NEM versleuteld. Dat doe je aan de voorkant. Je gaat niet tijdens het inspecteren bekijken of een gebrek serieus, ernstig of gering is. Dat zit in de methodiek. Misschien komen we er wel achter dat dat toch voor de dat dat niet handig is, of dat we daar niet een 3-puntschaal moeten toepassen bij waterkering, maar een 10-puntschaal of een 100-puntschaal. Ik geloof het niet, maar ik denk dat we daar nog naar op zoek zijn. Ik denk dat je daar nog meer invoerparameters voor nodig hebt. Juist vanuit het juist van is het belangrijk dat we mee. Dan kan je in standhoudingsplannen per element gaan vaststellen wat heb je nodig, wat wil je hebben en wat mag het zijn. Ja. Ik ben blij dat je het woord instandhoudingsplan noemt, want eigenlijk doen we dit allemaal om onze waterkering in stand te houden. Dat doen we nu, dat hebben we honderden jaren gedaan en dat gaan we nog steeds doen. Alleen wat er veranderd is, is 1. Dat je dat aantoonbaar moet doen. En 2. Met de juiste maatregelen op het juiste moment tegen de juiste kosten.
Want wij zijn gemeenschapsgeld aan het uitgeven. En daarvoor willen wij ons verantwoording afleggen. Dus dat instandhoudingsplan maken op basis van wat je buiten waarneemt, maar ook op basis van, wat ik helemaal aan de voorkant heb gezegd, de bedrijfswaarde van jou als waterschap, is van enorm belang. Vandaar dat we in de werkplaats 2, de risicomanagement en onderhoudsstrategie, zijn we daar ook aan het werk gegaan. En daar hebben we ook een aantal bouwstenen bij elkaar gevonden om dat voor elkaar te krijgen. Die 6 bollen die we aan het begin hebben laten zien, die blijken goede bollen te zijn. Dat blijken goede stappen te zijn. Althans, dat vinden wij. Nou is de vraag van mij, hoeveel tijd heb ik nog? Nog 5 minuten. Nou, dan zitten we mooi op tijd. Doen we de juiste dingen? Of zeggen jullie nu, hartstikke leuk, we hebben jullie aangehoord, maar stop er maar mee. En jij stond als je mag je stopt als eerste, dus aan jou toe. Ik ben de wetter van de waterschappelijke gehuurd. Ik heb beheer en onderhoud van IJsseldijk. En daarin zie je dus al deze verhalen die je dus hoort. Dan zie je dus die omslag naar als beheerder, wat je nu kunt. En al die maatregelen, opdrachten die komen. Dan denk ik dat hier aan de voorkant dus heel veel van dit soort praktische mensen vergeten worden. Om een impact te leveren van hoe je dingen gaat beoordelen en risico's gaat herkennen. En ook waarde aan gaat hechten aan die risico's. Want het voor het TRX-systeem, waarmee ik dus heel benieuwd ben wat er naar ons toe komt, om mijn bordje, om maatregelen te nemen in het veld. Ik ga een vraag stellen. Hoe goed zijn jouw danskunsten? Niet zo goed. Niet zo goed, maar zou je het wel willen proberen? Dat is wel vol. Het is een terechte opmerking. Ik doe er misschien lachen over, maar ik probeer de link te leggen met dat dansen van die man. En is iemand, we zijn begonnen met z'n. En het leek aan het begin heel erg raar dat wij begonnen te dansen, dat we überhaupt na gingen denken om zoiets als een digigids daar iets voor anders te bedenken of daar aanknopen, dat we dat dreigen los te laten. En met terecht met wat je zegt, is het nog steeds praktisch toepasbaar? En het was eigenlijk ook de vraag van hoe lang duurt dan zoiets, hè? Want kan ik daar überhaupt wel mee te voeten? Dat is precies op het punt waar we nu staan. Methodisch lijken we iets te pakken te hebben wat goed zou kunnen werken. Maar zoals de Duitsers zeggen, de proof of the pudding is in the eating. Je moet het wel eerst doen. En Mark heeft het geprobeerd. En die heeft nu gezegd, het lijkt... Ja, goed opgeleid. Ik probeer even te kijken of er mensen wakker waren. Heel goed. Het was Frans wat ik neem. Het gaat er nu om, gaan we wat we bedacht hebben. Met dat dansen, met die 6 bollen, gaat dat überhaupt werken? En dat kunnen we alleen maar proberen door te gaan doen. En Mark, nogmaals, ik heb grote bewonderingen van de stap die ze al gemaakt hebben in Brabantse Delta. We gaan het maar eens gewoon doen. We gaan maar eens gewoon kijken waar het toe leidt. En dan lijkt het er ook nog op dat het werk kan werken. En ik kijk eerst even naar mijn tijdscoach en dan vraag ik kijken of ik bij jou terug kan komen. Ik heb nog twee. Oh, we hebben tijd zat. Jij stak je hand op. Kun je hard praten, anders moet ik... Ik heb niet zo'n hele harde stem, maar ik ga het proberen. Marit Zettel werkt bij HKV, ik ben dus geen beheerder. We hebben afgelopen jaren bij Open Los Door de Kwartier hebben wij samengewerkt aan de... ook aan de, om naar een manier op te kijken hoe je naar de visuele inspecties kan prioriteren. Niet op basis van de NEN 2767, maar op basis van de digigids. En ik denk dat... wat ik nog een beetje mis in dit verhaal, waar ik denk dat het nog beter kan worden, is als je die... als je de relatie legt met de wettelijke beoordeling. Dus als ik zie, als ik een beheerder ben, ik zie een scheur op mijn dijk, op het binnentalud, kan ik dan de relatie leggen met op welk faalmechanisme heeft het impact? En stel dat ik geen onderhoud pleeg, hoe degradeert mijn dijk dan? En hoe verhoudt dat zich dan tot de wettelijke beoordeling, zeg maar? Dus die relatie hebben we binnen ons Noorderkwartier gelegd. Dus de relatie tussen je schade en je dijk en de faalmechanismes. En ja, de stip op de horizon zou natuurlijk zijn dat je dat ook meer, dat je dat kwantitatief kan maken. Dus dat je dus de relatie kan leggen tussen het uitstellen van onderhoud en de degradatie van je dijk en de toename van je faalkans. Ja. En de tweede manier denk ik nog om hoe je met die effecten kan omgaan is dat je ook kijkt naar de overstromingsgevolgen. Want uiteindelijk zal natuurlijk je dijk helemaal kunnen degraderen. Bijvoorbeeld dat je je bepaalde kans van kleding naartoe bent, van je gasbekleding. En hoe kan je dat dan, dat je dat ook zou kunnen meenemen.
Nou, volgens mij zijn er meerdere manieren hoe je ermee zou kunnen omgaan. Maar, ook opnieuw de uitnodiging, als je goed kunt dansen, ook als je niet goed kunt dansen, haak aan, meld je aan bij Piet en dan gaan we dat ontginnen. Want het is terecht wat je zegt, het inspecteren op zich is niet, of het inspecteren is niet het doel op zich. Het moet leiden tot een gestructureerde aanpak, risicogestuurd beheren van je waterkering. Ik ga één ding recht zetten en dan kom ik bij, heb jij de laatste vraag. Is dat goed? Zullen we dat afstaan? Ja, goed, mag jij zeggen. Eén ding wil ik rechtzetten, er wordt gesproken dat er net een visuele inspectie is. Dat is het niet, althans dat het beoogt het niet te zijn. Alleen de gebreken die nu nog in de NEN-tijd opgenomen zijn, gebreken die je visueel kunt waarnemen. Maar in de NEN-tekst staat zintuigelijk waarneembare gebreken. Dat betekent ook dingen die je kunt horen, die je kunt voelen, die je kunt ruiken. Ook dat soort symptomen van gebreken, die moeten worden opgenomen in de NEN. Gewetenlijst. Dat was de toevoeging die ik wilde maken. En je hebt de laatste vraag. Wil je voorstellen en dan de vraag stellen? Reinhard Sterrenwerk van de waterschap Vallei en Veluwe. Ik loop ook een poosje met de vraag van, we hebben die inspecties en je vraagt, doen we de juiste dingen. Ik ben nog op zoek naar een werkplaats waarin naar het beheerders... naar de beheerder, de keuze kan worden gemaakt van is hier intensieve inspectie nodig of niet. En dan niet op basis van wat je buiten al weet, maar op basis van wat je weet vanuit de toetsing. Nou, die toetsing duurt nog een aantal jaren, dus ik wil een tussentijdse rekening. Nou, daar is mijn dijk hoog genoeg, dus daar is het achterland, wat Joost al zegt, al beschermd, zelfs al is de gras niet op orde. En dat wil ik onderzoeken, dus ik hoop eigenlijk daar ook weer... aansluiting op zo'n werkvorm voor te vinden. Ik heb een afstudeerde die er ook mee aan de gang gaat. En ik hoop dus dat mensen daar even mij aanschieten hierop, die me daarmee kunnen helpen. Dankjewel. En ik neem aan dat je naar geselecteerd op de danskunsten. Ja. Ja. Bij deze ben je aangemeld. Ik wist niet wat waar je voor afstudeert, maar je gaat liever afstuderen op dans. De eerste vraag was, doen we de juiste dingen? Ik heb een aantal opmerkingen gehoord die voor mij wel scherper maken dat we misschien onze opdracht scherper moeten maken. Dat zeg ik tegen scherper, ik bedoel daarmee. Jullie hebben een goede feedback gegeven over we de juiste dingen doen. De vraag is, doen we ze juist in de vorm van werkplaatsen? En dat betekent, zijn jullie bereid om mee te gaan doen in die werkplaatsen om dat scherper te krijgen? Dat hoef je nu niet te beantwoorden, maar als je denkt van ja, dat wil ik. En ik kan het ook, meld je aan nog een keer bij Piet. En dan was dit, met deze nog, de laatste slide die we hebben en is het uur voorbij. Er is geen tijd meer voor vragen, maar ik dank u wel heel erg voor je aanwezigheid en voor je respons. Ja.